Hallo allemaal, welkom bij mijn nieuwe vlog en welkom op mijn vlogkanaal. Vandaag zit ik bij Gegilde Kip Restaurant en ga ik een smaaktest doen. Dit is... Hoi, ik ben Joris Schoenhaken, eigenaar samen met mijn vriendin van de Gegilde Kip in Lenswijk. En jij gaat verschillende smaken testen. Yes. Ik heb 5 soorten nieuwe smaken eigenlijk voor drumsticks voor je liggen. De piripiri smaak. Een pittige sambaldressing, een ketchup smaak en een zijkant ligt nog eentje van sesam en een bourbon smaak. Lekker! Yes, thank you. Nou, dit is denk ik de piripiri? Nee, dat is de scherpere. Oh, de scherpe, oké. Okay. Ja. Ik kan goed wat je mond. Ja, je proeft wel dat het pittig is. Ja, zo'n, dan moet ik eerlijk zeggen, hij is niet dat ik zeg van oh, ik verbrand mijn mond of zo, nee. Maar hij is wel lekker pittig. Het is wel een pikante topping is het eigenlijk. Ja. Bij, ja, daar zou ik wel van. En deze is? Dat is de piripiri. En die zou je denken dat het pittig is, maar er is ook echt een zoet in zit erin. Oké. Okay. Oeh ja, die zult, dat proef je meteen. Ja, dat is wel lekker. Oké. Okay. Lekker. En dit is de? Dat is de ketchup. De ketchup. Ja. Okay. Eigenlijk wel een hele bekende smaak voor de meesten. Ja? Denk ik, ja. En niet direct op kip waar je het zelf verwachtte. Volgens mij wel een hele goede combinatie. Mm. Ja. Hij is minder zoet zeg maar als de piri, of wat de piri toch? Piri, ja. Ja. Hij is minder zoet, maar hij blijft wel zoet. En dat vind ik ook wel lekker. Mm. En die twee? Dan hebben we hier een sesam, marinade eigenlijk. En de bourbon marinade. Oké. En dat sesam. Zijn eigenlijk de 2 nieuwste die we hebben. De nieuwste? Ja. Hm. Het grappige is dat je ook alle smaken echt proeft. Ja, ja, dat is wel de bedoeling toch? Ja, maar ik heb wel eens kip gehad dat je dacht van... Oké, okay. Ja. Dan proef je zeg maar alleen de buitenkant, maar niet echt meer de binnenkant. Dit is wel echt beide. Dat is wel lekker. En dit is dan de... Dat is de bourbon marinade. De bonbon. Bourbon. Bourbon. Ja. Jee, ik kan het niet eens uitspreken. Ja. Sorry, ik kan het niet uitspreken. Hij is de expert. Nooit gehad. Nee. Ik vind deze wel echt, denk ik, de lekkerste. Ja? Is dat een, kan je de smaak omschrijven? Een beetje zoet-zout. Ja, zacht eigenlijk. Ja. En ja. Gewoon alsof er een engeltje over mijn tong heeft pist. Ik weet niet precies hoe ik het moet zeggen. Maar hij is echt heel erg lekker. Ja, ja, dat is wel een... persoonlijk ook een van de favorieten. Ja? Dat is de piripiri. Ja, dat vind ik ook wel... het bleef net wat sappiger. Wat, wat zachter allemaal van smaak. Ja, die vind ik echt een van de lekkerste. Serieus. Ja. En daarna vind ik de piripiri. Dan de... Pikante. Pikante, inderdaad. Ja. En deze twee, dit is wel samen, denk ik. Ja. Ja. Leuk. Cool. Ja, leuk. Mooi. En kom hierheen, want het is echt lekker.
Zo, ik breek even in om de kip videovlog af te sluiten. Als je de videovlog leuk vond, doe allemaal duimpjes omhoog. Vond je hem niet leuk, omlaag. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal, want dat vind ik heel erg leuk. En ik zeg altijd, hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Vreugd. En dan zie ik jullie weer bij een nieuwe videovlog. Doei doei! Bedankt allemaal voor het kijken!